Zo, we zijn in sneltreinvaart. Gaat het via mijn privéleven, fidaire verhalen heel snel. Ik heb mijn paard vanuit het westen weggehaald richting Limburg. En de enige die telefoonnummer hadden van de eigenaresse op de plek waar mijn paard nu in Limburg staat, waren ik, mijn partner en de dochter. Van degene waar ik stond in het westen. Nou, de dochter, Angelique, ken ik al 15 jaar. Haar moeder ken ik 8 jaar. Mijn paard is 6 jaar en die heeft daar 5,5 jaar gestaan. Ik heb daar als veulen gehaald. Dus nogmaals, Angelique, die ik al 15 jaar ongeveer, 15 jaar, nee, iets kort denk ik, 13 jaar denk ik, ken. Ik krijg ineens een bericht van waar mijn paard nu staat, van de persoon. Dat zij vannacht contact gehad heeft met iemand die zich Fidère noemt. En heeft wat heeft een filmpje gestuurd naar die eigenaresse over mij, waar ik op Fidère sta. Nou ja, ik sta bijvoorbeeld als escortgekkie Alexia op Fidère. Bijvoorbeeld, hè. Ja. Nou, die heeft dus nu die persoon, waar mijn paard nu staat, de eigenaresse van dat land. Nou zijn er maar, dus nogmaals, alleen ik, Alexander en Angelique wisten dat mijn paard daar stond. En de eigenaresse van de plek waar mijn paard nu staat, krijgt vannacht een bericht. Dan confronteer ik Angelique daarmee, echt een fantastisch gesprek. Waarin ze me ook weer bedreigt. Want ik ga het gewoon helemaal voorlezen. Echt helemaal voorlezen. Ik had het ingesproken heel boos. Van wat zijn jouw connecties met Fidère? Toen schrijft ze: wat heb jij gerookt in godsnaam? Waar slaat dit op? Ik zeg: nou, buiten mij en mijn partner ben jij de enige die de connectie met de eigenaresse van het land en mijn paard kent. Verder niemand. En de Fidère-entiteit stuurt haar een bericht midden in de nacht. Oh, dat bedoel je. Dat kan, schrijft ze. Dus ik schrijf: wat kan? Ze zegt: nou, dat je een bericht hebt gehad. Ik schrijf weer: dat kan alleen via jou zijn geweest. En dan zegt ze: jij zegt het. Dus ik zeg: ik ga aangifte doen. Duizenden wappies zullen blij zijn. Dan zegt ze: ik wil dat je nu binnen een week de trailer weghaalt. Ja, er staat nog een trailer bij haar moeder. He, die moet verhuizen wegens dementie. En ja, ik had die dementie niet goed. Ik wilde die moeder als volwaardig zelfbeslissend persoon zien. Maar nou wordt mij verweten dat ik een oude vrouw heb misleid. Oké. Ik wil dat je nu binnen een week de trailer weghaalt en je achterstallige voldoet. Ja, daar heb ik voor getekend. En anders stuur ik alle filmpjes en foto's van Maggie door. He, Maggie heet mijn paard. Ja, mag hoor, mag iedereen weten. Dus ik schrijf foto's en filmpjes van Maggie. Ze zegt: ja, ik schrijf naar wie? Ik denk: nou, kom dan. Ja, dus zij schrijft: kan je zelf best invullen. Ik zeg: nee, zeg het. Ach, is niet nodig, schrijft ze, weet je best. Nee, zeg ik, weet het niet. En zij schrijft: en anders merk je het vanzelf. Merk je het vanzelf. Dus ik schrijf: laf van je dat je het niet wil zeggen, ik wacht het af. Zij schrijft: denk dat je veel laffer bent om een dame op leeftijd zo te besodemieteren met al je gehuichel. Daar bedoelt ze haar moeder mee. Ik zeg: ik heb niemand besodemiet, maar je bent een onderdeel van Fidère dus. Dus ze zegt: jij durft schaamteloos te beweren dat je mijn moeder niet besodemieterd hebt, dan ben je nog een leugenaar ook. Ik schrijf: mijn enige fout was dat ik je moeder als volwaardig zelfbeslissend persoon wilde blijven zien. Maar dat haar dementie zo erg was, wilde ik niet onder ogen zien. Is niet handig. Hoofdzaak is Fidère, schrijf ik. En jij hoort bij het Fidère collectief. En zij schrijft: zijn jouw woorden. Ik zet hem heel. Oh, wacht. Ze schrijft. Ik schrijf: jij bedreigt mij met foto's sturen. Maar iets of iemand die je niet wil onthullen. Maar voor mij is het duidelijk wie je nu bent. Ze schrijft: ja, vice versa. En dan is het geen dreigement, maar een waarschuwing. Ik schrijf: hou op, jongens. Ik schrijf: succes met Fidère. Nou, weet je, ik heb geen enkel, maar dan ook geen enkel vertrouwen meer in mensen. Weet je, honden, ja, jullie zijn beter te vertrouwen. En de cavia's, en paarden, en alle dieren.
Echt. Nou, ja, super. Maar ik kom er wel langzaam achter. Zo. Maar wat ik ergens, dat iemand die al 15 jaar, die ik al 15 jaar ken, of 13 jaar, dus onderdeel is van het Fidère collectief en dus heel dicht in mijn buurt stond. Wow.